Lekker weertje. IJskoud drankje. Wat wil je nog meer? Maar wat gebeurt er eigenlijk met zo'n flesje als het leeg is? Lege flesjes worden bij de cafés opgehaald en naar de drankfabriek gebracht. Je zult denken, wat veel zo'n vrachtwagen vol. Maar bedenk je dan eens dat er per dag 300 van deze trucks hier aankomen. Hier worden de vuile flesjes dus uit de vrachtwagen gehaald. Moet je kijken hoeveel kratten. De flesjes zijn niet alleen vuil, maar de kratten zijn ook nog niet gesorteerd. Je hebt niet alleen verschillende kleuren, maar ook verschillende vormen. De flesjes komen hier de fabriek binnen. De kratten worden van de pallet getild door een robot en zo op de lopende band gezet. De flesjes worden door een robot uit de kratten getild. Kijk, de flesjes worden gesorteerd door een laser. Die maakt een foto van ieder flesje. Hij kijkt naar kleur en vorm van de bovenkant van de fles en stuurt ze naar de juiste bak. Hoogste tijd om de vieze flesjes te wassen. En dat gebeurt hier in de wasmachine. En wel met 13.200 flesjes tegelijk. De flesjes gaan in bad met echt een supersterk schoonmaakmiddel. Dat heet Loog. Dat wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld de gootsteen te ontstoppen. Door die Loog gaan de etiketten eraf. Maar ook als iemand een kauwgompje in een flesje doet, dan lost dat gewoon op. En al die rommel, die komt er hieruit. De grote wasmachine spoelt de flesjes nog even na met water. En dan zijn ze weer helemaal schoon. Volgende controle. Deze laser bekijkt heel nauwkeurig het flesje. Of er bijvoorbeeld geen stukje glas van het flesje af is. Of dat het flesje witte randen heeft. Dat noemen ze trouwens scuffing. Is dit nou wel zo, dan wordt het flesje er hier uitgekieperd. En gaat hij via de lopende band zo naar de glasbak. Omdat er in frisdrank koolzuur zit, staan die flesjes vaak onder grote druk. Daarom worden ze hier nog even goed op spanning gebracht. Overleven ze dit, dan gaan ze door naar de vulmachine. Het gaat heel snel. De automaat vult meer dan 30.000 flesjes per uur. De gevulde flesjes gaan naar het magazijn. Daar staan ze te wachten tot de vrachtwagen komt om ze weer naar een restaurant te brengen. Proost.